Ja, Rick Lammerink, verrassende overwinning bij Hoogeveen vandaag, 2-3. Jullie hadden dat nodig, hè? Ja, we hebben de laatste tijd veel punten verloren, ook vaak in de laatste minuut. Ja, vandaag dan extra lekker dat hij in de laatste minuut valt. Zeker dat ik zelf score. Ja. Ja, jij net al even tegen mij van, jij had het zelf ook even weer nodig. Ja, ik speel sowieso eigenlijk natuurlijk het eerste jaar bij Lutten nu. Ik kom van HSC. En het wou eigenlijk nog niet echt heel goed gaan de laatste tijd. En zeker dan zo'n wedstrijd tegen Hoogeveen waar je twee keer scoort. Dan is dat wel heel lekker inderdaad. Ja. Je komt wel van HSC, zijn de verwachtingen dan? Is je ook wat te hoog gelijk? Ja, weet ik niet. Ik heb zelf natuurlijk de keuze gemaakt om naar Lutten te gaan. Puur alleen omdat ik eigenlijk gewoon veel te min was voor het eerste, zeg maar. En ik wou toch in een eerste spelen. Misschien zijn de verwachtingen dan wel inderdaad iets hoog, maar dan moet ik ook maar met D-Lal spelen. Even naar de wedstrijd van vandaag. Eerste 10 minuten hadden jullie het even moeilijk. Ja. Daarna herstelde je goed. Ja, zeker. We kwamen eigenlijk gewoon kloten achter, zeg maar. Gewoon een afstandsschot inderdaad. En daarna was het extra mooi dat ik uit de counter zelf kon scoren. En de wedstrijd een beetje naar ons toe konden trekken. En inderdaad helemaal lekker dat ik in de laatste minuut kan scoren. Ja. Even dat eerste doelpunt. Keep het niet goed? Ja, of? Ja, weet je, ik kwam nogal best wel ver van de goal af. En ik wou eerst kijken of ik met links, maar dan kaat hij natuurlijk van de goal af. Dus ik denk nou het laatste moment gewoon met rechts. En gelukkig sloeg de keeper hem volgens mij net op de lijn in de goal, zeg maar. Dus dat was hartstikke mooi, een mooi goaltje. Ging even op en neer in de eerste helft. Tweede helft was er even weinig te beleven. Komen jullie op voorsprong? Ja. Ja, en dat is jammer dat hij me heel snel weer weggeeft. Ja, ik weet ook niet wat er precies gebeurde. Ik stond helemaal op eigen helft. Ja, dat soort dingen hebben we wel vaker. Dat is wel jammer. Want eigenlijk moet je die wedstrijd dan gewoon naar je toe trekken. En dan sta je gelijk weer 2-2. Dus dat is wel minder inderdaad. Gevolgen hebben we inmiddels besproken. Uiteindelijk dus die 2-3. Ja, je zei het al, de laatste weken gaat het moeizaam. Hoe zit het dan met de motivatie voor zo'n wedstrijd als vandaag ook? Want ja, eigenlijk hebben jullie niks meer te winnen of te verliezen. Nee, precies. En dat is het misschien ook wel. Kijk, we zaten natuurlijk in de eerste periode, stonden we tweede. Volgens mij Elim eerst in de periode. Nou, toen dachten we van we kunnen voor het kampioenschap gaan. Alleen, dan verspil je toch vaak punten in de laatste minuten en zo. En dat is dan gewoon jammer. En misschien gaan we dan vandaag er gewoon vrij in. En open-minded, zeg maar. En dat resulteert in een mooie overwinning, dus ja. Je bent natuurlijk nieuw bij Lutten, maar die andere jongens zijn gewend om de laatste jaren toch boven mee te doen. Ja. Voor hun is dat wel teleurstellend. Is dat ook het gesprek op de training bijvoorbeeld? Ja, nou ja, het is natuurlijk van tevoren, ik kwam hier ook en ik had ook eigenlijk de ambitie om gewoon echt boven mee te spelen in de derde klasse. Alleen is het nu iets minder hoog, ja, maakt dat heel uit, nee. Nu gewoon maar in de vorm van wedstrijdjes winnen en dat maar zien als prijsje. Ja, precies. En hopen dat de concurrentie misschien nog wat laat vallen en dat we nog gewoon zo hoog mogelijk op de ranglijst kunnen eindigen.